Goedemiddag. Welkom allemaal hier in de Biobase Euro Pilot Plant. Op deze wel heel bijzondere COVID-editie van het persmoment. Ik begin alvast met het woord COVID, omdat dat natuurlijk een heel belangrijk woord is op dit ogenblik. Daar moeten we rekening mee houden. En dat is ook de vraag naar iedereen. We hebben in de voorbereiding naar dit moment ook heel sterk gekeken naar de regels. En ik zou nog even graag een aantal van die regels, van die richtlijnen, willen opsommen. Helaas is het onmogelijk om vandaag vrij rond te lopen op deze site. Jullie zijn tot hier begeleid door de stewards. Jullie zitten nu neer. En het is de bedoeling, als jullie terug willen rechtstaan of ergens naartoe lopen, zoals bijvoorbeeld het toilet, dat jullie even een steward wenken en die persoon zal jullie dan persoonlijk begeleiden. Ook bij het gaan naar de andere ruimtes. We hebben een showroom beneden waar we de interviews gaan voorzien. Ook daar, als je dan daar wil bewegen, altijd onder begeleiding van een steward graag. Mondmaskerplicht is er ook vandaag. Ik zie dat jullie die allemaal hebben, behalve de sprekers. Dat is een uitzondering van hieruit, op voldoende afstand. En daarnaast ook, jullie hebben een zakje gekregen. Het is lunchtijd, dus jullie kunnen ook iets eten en iets drinken. En tijdens dat eten en drinken uiteraard is het mogelijk om even jullie masker af te nemen. Roken is verboden op de terreinen van de Biobased Euro Pilot Plant. Dus als jullie effectief of echt willen roken, dan zal het helemaal buiten moeten zijn vandaag. Dus we zijn bezig met een crisis in het land. Maar we zijn in feite ook bezig met de partners hier aanwezig. Die zijn in feite al bezig met de volgende crisis. De klimaatcrisis. En voor die klimaatcrisis, daar heb je geen virologen voor nodig, maar eerder CO2-ologen. En er zijn hier veel CO2-ologen aanwezig vandaag. Mensen die begaan zijn om het effect van CO2, wat dat betekent, welke preventieve maatregelen nodig zijn. En het is vandaag een heel belangrijk moment. We hebben de ondertekening van de Joint Development Agreement van de 10 partners van North Sea Methanol. En het programma. Het programma ziet er als volgt uit. We hebben een toelichting van vier sprekers. Je ziet daar de Vlaamse minister, vice-minister-president Hilde Krevits gekregen. Zij was tot vannacht 5 uur in Luxemburg op de Landbouwraad, Europese Landbouwraad. Zij heeft straks plenaire vergaderingen over actuele thema's. En zij heeft helaas moeten afzeggen. Dat is laattijdig gebeurd. Dat is vandaag om 10 uur pas gebeurd. Er was van alles voorbereid, maar het kan niet doorgaan. We hebben het verhaal van Noord CCU Hub en de Noord Sea Methanol door de vier sprekers. Vervolgens tonen wij jullie onze video van North CCU Hub en North Sea Methanol. En dan is er uiteraard, dat is een heel belangrijk moment ook, gelegenheid om vragen te stellen. De pers is hier aanwezig en kan vragen stellen. En dan zullen wij met 4 woordvoerders jullie vragen beantwoorden. En ook, niet onbelangrijk, dat is ook de reden waarom we hier zijn. We hebben hier voor de beeldende pers de mogelijkheid om op de toren het zicht op Rodenhuizen, de locatie waar North Sea Methanol zal neergepoot worden, om die te zien, hè, het uitzicht te zien, en om duidelijk te maken waar wat precies zal komen. Dat is een optie. En er zijn ook interviewcorners beneden in de showroom. Dat is ook een mogelijkheid. Als jullie de persmap nemen, dan ga je zien dat daar een formulier bij zit. Dus voor de pers zijn er bepaalde mensen die jullie willen spreken. Die zijn aangeduid in die map. Dat formulier kan je invullen en aan Katrien bezorgen. En Katrien, die staat daar, helemaal links van jullie. Voilà. En Katrien zal die vragen van jullie verzamelen
En dan is er de gelegenheid om die individuele interviews af te nemen. Ook weer onder begeleiding, zeer zeker. Voilà, daarmee wil ik afsluiten. Voilà, en dan gaan we beginnen met Daan. Daan, ik geef jou het woord. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom in dit Gentse deel van Noordseaport. We zijn bijzonder fier dat het hier kan doorgaan, ook in de Biobase Pilot Plant, die toch nog altijd een beetje een symbool is van early believers in een nieuw soort economie en een richting die we uit moeten. En ik denk dat we ook niet anders gedurfd hebben om het hier te doen, want we zijn hier nog altijd de huisbaas als haven. Hè. Dus in die zin voel ik mij nog altijd een beetje thuis, ook al is het ondertussen Wim en de universiteit een huis geworden. Maar ik zou zeggen, ook deze locatie blijft voor ons een symbolisch belangrijke locatie. Nu, als haven zijn we bijzonder tevreden om ook vandaag dat North Sea Methanol project aan te kondigen. Het is ontstaan in de schoot van de Cleantech Cluster in de regio Gent en de North Sea CU Hub. En eigenlijk is die U daar voor ons ook heel belangrijk in. Ik denk dat er heel veel gesproken wordt over CO2 en dat we in de brede zin nog wel een beetje worstelen als je de hoeveelheden ziet van zal het wel allemaal U zijn of zal er ook in een tussenfase nog een beetje S moeten zijn, hè? Transport and Storage. Dat is toch waar de meesten in geloven, maar ik denk dat er al zo'n ambitieus U-programma is, usage, dat bijzonder belangrijk is en dat we dat ook heel graag in onze haven zien ontstaan. Wat mij ook zeer verheugd had, is dat we met projecten zitten zoals dit vandaag wat wordt voorgesteld, met een tijdshorizon die niet meer 10 en 15 jaar is, maar waar dat er ook al elementen in zitten om over 4-5 jaar dingen te realiseren. En dat is wat we ook zien in deze haven. Dat is dat er ook anderen zijn die er vandaag zijn, of die vandaag in aanbouw zijn, die vandaag gepland worden om ook op vlak van CO2-hergebruik, om op vlak van nieuwe toepassingen, want dat is het toch. Het zijn nieuwe economische toepassingen. Het is geen verhaal van miserie. Het is een verhaal van we zijn nieuwe dingen aan het doen. Nieuwe synergie, nieuwe toepassingen, nieuwe grondstoffen. Dat iets is waar we vandaag al honderdduizenden tonnen CO2 als nieuwe grondstof gaan hergebruiken in deze regio. En niet alleen op een heel lange termijn een transitieverhaal proberen schrijven, waar dat toch nog heel veel hobbels ook in zitten. Waarom hier? Omdat het een unieke locatie is, denk ik. We hebben heel veel grondstof ter beschikking, de CO2. Die is hier massaal ter beschikking. Hij is ook in heel veel variaties ter beschikking, in heel veel kwaliteiten. En we hebben ook het grote voordeel dat in deze haven er heel veel afnemers zijn, in heel veel variëteiten. Er is geen enkel havengebied in Europa waar je petrochemie, staal, kunstmeststoffen, voeding op grootschalige industriële toepassingen zo massaal hebt als hier. Meestal heb je havens die veel meer monogericht zijn. Of petrochemie, of iets anders. Hier hebben we het allemaal en maakt het ook de kansen om dit soort toepassingen, zoals straks ook de partners gaan voorstellen, veel kansrijker te maken, omdat je nu eenmaal ook met verschillende variëteiten grondstof, maar ook andere afnemers zit. Het is ook uniek omdat er een aantal andere zaken toch nog volop aanwezig zijn in dit gebied en zeker in het zuidelijk gebied van Noordseaport. Er is een goede aansluiting op een hoogspanningsnetwerk bijvoorbeeld. Er zijn nog andere netwerken die sterk aanwezig zijn en waar we, als we telkens een bouwsteen zoals deze kunnen toevoegen, eigenlijk niet alleen de bestaande industrie kunnen verankeren, maar ook de nieuwe industrie een plek geven in deze haven. En dat is ook waar we met deze toepassing, maar ook met waterstof in de toekomst en andere als haven heel sterk willen op inzetten. Ons nieuw strategisch plan is in wording. We schrijven dat ook met vele partners, met vele industrieën in deze haven. Maar als je mij vandaag vraagt, en ik heb dat ook nog onlangs gezegd, waar moet je als haven nu op inzetten? Nieuwe kaaien en baggeren? Of uw industrie verankeren en het klimaat aanpakken en misschien richting pijpleidingen en andere nieuwe dingen doen, dan gaan we resoluut voor dat tweede kiezen. Dat wil niet zeggen dat we onze core business gaan
zomaar weggooien. Maar als we dan toch keuzes zouden moeten maken, dan ligt de uitdaging helemaal op het vlak van klimaat, hergebruik van grondstoffen en minder op vlak van de klassieke infrastructuur, wegen, skaaien en andere, waar we eigenlijk al zeer goed zitten. Laat ons eerlijk zijn, de sluis wordt gebouwd, de R4 wordt aangepakt. Er is een mooi Railgent-Terneuzen-project dat goed op de rails zit, letterlijk en figuurlijk. Maar de uitdaging ligt op andere vlakken. En ook daar zijn we wel blij met de roadmap die er nu ook is voor waterstof en andere. En hoop ik dat we het ook over de grens krijgen om die initiatieven in het hele gebied in de toekomst te gaan uitrollen. Ik ben ook heel tevreden dat we dit blijven doen op een internationale schaal. We hebben deze haven op een Europese schaal ook gezet door die fusie. Dat is ook toch wel altijd de ambitie geweest van de stad. Kijk, de rol die de stad opneemt in Eurocities en andere, om eigenlijk een volop Europese speler te zijn. Wij willen dat als haven ook. En we zien dat bij dit project ook grote Europese spelers betrokken zijn. En dat we niet alleen lokaal een aantal dingen gaan oppakken, maar dat ook de internationale economische gemeenschap gelooft in dit gebied om grote nieuwe dingen te gaan doen. En er is inderdaad een Joint Development Agreement dat getekend wordt door de 10 partners. En eigenlijk is dit ook een perfect voorbeeld van hoe de Triple Helix, die toch ook dikwijls een beetje een verhaal is dat we graag vertellen, maar dit is een echt succesverhaal van die Triple Helix. Het gaat om het samenspel van overheden, Vlaanderen, PMV, stad, haven, anderen. Het gaat om het samenspel van grote privébedrijven die daar hun schouders onder zetten. En het gaat ook om het samenspel met onze kennisinstellingen. En we hebben wel wat in Gent met de universiteit nog altijd als absoluut vlaggenschip. Het gaat om die drie die eigenlijk een joint effort doen en geloven dat er terug een nieuw, mooi project over 4-5 jaar niet in een planfase zal blijven zitten, maar zal gerealiseerd zijn. Dus ik denk dat we ook met alle overheden samen, met Vlaanderen, waar we dit project samen willen mee realiseren, eigenlijk vandaag de voorstelling hebben van een prachtig project, niet in de marge, maar op grote industriële schaal. En het zullen dit soort projecten zijn die het verschil gaan maken. En ik ben heel blij dat ook privéspelers en anderen, de overheden, de universiteit erin geloven dat we in dit gebied het verschil kunnen maken. Het zal nodig zijn om tegen 2030 en 2050 terug een duurzaam, robuust havengebied te hebben. En als we daar samen in geloven, zijn we er ook van overtuigd dat het mogelijk is. Dank u wel. Dank u wel. Cédric, aan jou het woord. Goedemiddag allemaal. Eerst en vooral een woordje dank voor de organisatie van dit event. Ik vind dat een heel mooie realisatie dat we toch samen kunnen zijn. De 10 partners, vertegenwoordigers van de pers, andere mensen met belangstelling voor dit project. Ik vind dat heel mooi dat dat kan in de huidige omstandigheden. En vooral een grote woord van dank voor de organisatie om dit zo ook in volledige veiligheid te laten gebeuren. Dank u, Daan. Ik wens jullie eerst ook te verwelkomen hier vanuit dit gebouw, van waar ik hoor dat we een heel mooi zicht hebben op de Rode Zuizen zitten en ik verheug mij om dat straks te gaan zien. Deze site heeft voor Engie in ons productiepark altijd een hele grote rol gespeeld. En de centrale van Rode Zuizen die is eerst gestart als een steenkooleenheid. En in 2004 hebben we een groot deel van dat steenkool vervangen door ook duurzame biomassa te verbranden om elektriciteit te produceren. En uiteindelijk in 2010 zijn we volledig overgeschakeld naar biomassa. En deze site, hier net naast, produceert bijna uitsluitend groene stroom en is nu bijna CO2-neutraal. Nu, de evolutie van Rodenhuizen die staat ook dus volledig in het teken van de energietransitie. Die is al jaren geleden ingezet, zoals u net gehoord hebt, en die zal zich nog decennia voltrekken. Wij zijn een grootste groene stroomproducent van het land. En daarom willen we ook een voortrekker zijn in de energietransitie om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen met en voor onze klanten, met onze partners en overheden. Engie en haar partners vandaag
geloven dat niet enkel groene elektronen, maar ook groene moleculen hierin een sleutelrol zal spelen. En daarom zijn we vol overtuiging samen met Northseaport en de andere partners mee in dit Northsea Methanol project gestapt. Een belangrijk onderdeel in het proces om de groene methanol aan te maken, zal hiernaast op de site van Engie in Rodehuizen plaatsvinden. Engie zal instaan voor de productie van groene waterstof via een nieuwe elektrolyse-installatie van ongeveer 65 megawatt. En met behulp van de nodige financiële steun zou deze eenheid inderdaad, zoals Daan het zegt, concreet in 2024 of 2025, dus vrij snel, in dienst kunnen gaan en op termijn meer dan 400 gigawattuur groene stroom, afkomstig van windparken in de Noordzee, om te zetten tot groene waterstof. Engie zal een belangrijke bijdrage leveren door de locatie van Rodenhuizen. We hebben hier de basiscomponenten om groene waterstof te maken via elektrolyse, namelijk stroom, groene elektriciteit in dit geval, en gedemilariseerd water. Anderzijds ligt Rodenhuizen ook in het hartje van de haven, in nabijheid van onze industriële partners, onze afnemers. En daardoor kunnen we de bijproducten van de waterstofproductie, namelijk warmte en zuurstof, ook lokaal in de haven gebruikt worden. Dus dit is ook een heel mooi aspect van dit project, dat we eigenlijk het aspect van circulariteit van de economie hier ook lokaal versterken. En tenslotte, om de waterstofproductie in dit project in de komende jaren in goede banen te leiden en uiteindelijk ook te exploiteren, beschikt Engie over zeer bekwaam technisch personeel en expertise. Ook hier op deze site. Dames en heren, tot slot wil ik al onze partners bedanken voor de goede samenwerking. Ik ben ervan bewust en ik geloof hier ook zeer sterk in dat we onze gedeelde ambitie om de industrie in de haven van Gent duurzamer te maken enkel kunnen waarmaken door een even duurzame samenwerking. We zijn dankbaar voor de belangstelling en de steun van de autoriteiten. En we nodigen hen ook uit blijvend aan de uitbouw van het waterstof-ecosysteem te bevorderen. Voor jullie staat vandaag een enthousiaste lokale partner, maar ook een partner van wereldformaat. We zijn een voortrekker van de energietransitie. Dames en heren, dank u voor uw aandacht. Patrick, aan jou de beurt. Patrick is onze projectmanager van Northsea Methanol, ook van Northsea CU Hub, en gaat ons wat toelichten hoe het allemaal in elkaar zit. Goedemiddag allemaal. Eerst en vooral dank dit heel mooi project te mogen voorstellen en ook heel veel respect voor de prima organisatie van dit evenement. Het Northsea Methanol project is eigenlijk gestart 2 jaar geleden toen we met een aantal industriëlen, een aantal kennisinstellingen, een aantal overheden rond de tafel gaan zitten zijn en ons afgevraagd hebben hoe zouden we nu in het havengebied van Gent een carbon capture and utilization activiteit kunnen gaan in elkaar steken. En de eerste fase, en dat was exact 2 jaar geleden, in november 2018, hebben we dan een strategische denkoefening gedaan en hebben we eigenlijk ons afgevraagd van welke producten zou je kunnen maken op basis van CO2 die je afvangt van de industrie, op basis van hernieuwbare energie waarmee je waterstof maakt, en dan een circulair model gaan opzetten om die producten die in de haven gebruikt worden te gaan maken. We waren vrij snel op het spoor van methanol. Dus methanol is een basisgrondstof voor de industrie die hier in de haven in heel grote hoeveelheden gebruikt wordt, ongeveer 350.000 ton per jaar. In diverse industrieën, bijvoorbeeld de biodieselindustrie gebruikt dat om biodiesel te maken. De methylamine-industrie, de industrie die lijm maakt voor vezelplaten aan elkaar te hangen, die gebruiken allemaal grote hoeveelheden methanol. Dus we hebben gezegd, we gaan in de eerste plaats gaan kijken hoe we CCU naar methanol zouden kunnen gaan maken.
Het plaatje ziet er als volgt uit. Dus het uiteindelijk doel van heel het project is van CO2 te gaan wegtoveren. Dus we gaan koolstofdioxide gaan afvangen van de lokale industrie. En we gaan die gaan synthetiseren met waterstof die we gaan maken uit hernieuwbare energie. Die hernieuwbare energie, dat heeft Cedric al verteld, dus die komt hoofdzakelijk van windenergie op zee. En dus die gaat in een elektrolyseinstallatie, gaat water omgezet worden in waterstof en zuurstof. De zuurstof die kunnen we direct gaan hergebruiken in de staalindustrie, bij ArcelorMittal, hier vlakbij. De waterstof gaat naar een methanolsyntheseplant. Dus in die plant ga je koolstofdioxide en waterstof gaan combineren tot methanol. Nu, daar komt, bij dat proces komt er ook nog warmte vrij. En die warmte gaan we ook nuttig gebruiken. We gaan die gaan hergebruiken in de industrie, bijvoorbeeld voor droogprocessen. Het water, daar wil ik ook nog iets over zeggen. Bij de methanolproductie komt er ook water tevoorschijn. En dat water gaan we terugleiden hier naar de elektrolyseinstallatie, waardoor we een heleboel water gaan uitsparen en eigenlijk niet zoveel ruw water gaan nodig hebben. Dus heel dat systeem dat wordt hier ingeplant in Rodenhuizen en dat gaat een perfecte symbiose gaan vormen tussen een aantal bedrijven. Dit is dan het globale plaatje, dus dat is het resultaat geweest van onze strategische studie in 2018, waar we nog veel meer willen doen dan alleen maar methanol maken. We gaan eerst en vooral de methanol gaan opschalen, dus de plant die we vandaag voor ogen hebben gaat 44.000 ton per jaar maken, maar zoals ik daarnet al zei, het potentieel is veel groter, dus vandaag wordt er 350.000 ton verbruikt. Dus we gaan die methanol nog in andere industrieën gaan gebruiken ook. Maar daarnaast kan je ook ammoniak gaan maken met groene waterstof. En in de toekomst zijn we ook al aan het kijken naar een heleboel andere producten. En we doen dat onder andere in samenwerking met de personen die ons hier verwelkomen, met BioBase Europe Pilot Plant. We doen dat met Capture, dus de groep die werkt rond allerlei toepassingen rond het afvangen van CO2. We doen dat met de speerpuntclusters, dus met Catalysti. We doen dat met Flux 50. Dus er gaat een heleboel kennis verzameld worden om dit project te doen groeien en van die hele strategie die we opgezet hebben, van die project per project te gaan uitrollen op een horizon 2030-2040. Dus we hopen hiermee in de haven van Gent een totaal nieuwe industrie in gang te krijgen die als doel heeft de totale hoeveelheid CO2 drastisch te gaan verminderen en bovendien een aantal producten maken die hier in de haven of elders kunnen gebruikt worden. Ik had het daarnet over methanol als grondstof voor de industrie, maar je kan bijvoorbeeld ook methanol gebruiken om schepen te doen varen. Een van onze partners is Anglo-Belgian Company, die dieselmotoren maakt. En die hebben dus een onderzoeksprogramma om die motoren zowel op waterstof als op methanol te laten draaien. Die motoren worden bijvoorbeeld ook gebruikt in treinen. Dus je kan ook treinen laten rijden, ofwel op waterstof ofwel op methanol. Dus de toekomst van methanol op zich is al briljant. Maar als we er dan nog een aantal andere producten gaan bijhalen, dan wordt het helemaal een boeiend verhaal. En kunnen we de economie helemaal gaan overschakelen op hernieuwbare energie en tegelijk met CO2 nuttige dingen gaan doen. Zo, dat is in een notendop het verhaal. Heel erg bedankt voor uw aandacht. Dank je wel, Patrick. Wel, ik heb het al gezegd. We hebben intensief connectie met de kabinetten die van toepassing zijn voor ons project. Daardoor hadden we ook, en we hebben uiteraard nog steeds, de steun van Hilde Krevits en het kabinet. Daarom was het ook voorzien dat zij vandaag een toelichting ging geven, gedurende 5 minuutjes. Helaas kan dat niet doorgaan, maar dat belet niet dat de steun er wel degelijk is vanuit Vlaanderen, omdat
men effectief wel gelooft, hè, het staat ook in de strategische plannen, men gelooft heel duidelijk in CCU, in de utilization van carbon. En eerder dan de storage, die veelal in Nederland gebeurt, en terecht, waar dan zijn de gasvelden natuurlijk een optie om op te slaan, is er toch wel vanuit de Vlaamse overheid een sterk geloof in CCU. Dat is ook belangrijk, en die steun hebben we helaas... gaan we dat vandaag niet te horen krijgen. Dus ik zou willen afsluiten met iets te vertellen. Ik ben Public Affairs verantwoordelijk voor de Noord-CCU-hub, dus voor de grotere cluster. Voilà. En de vraag is natuurlijk, zijn we klaar? Zijn we klaar voor de start? Je moet het een beetje vergelijken met, wij willen graag straks een menu op tafel. Wij gaan koken. Dus ik kan u zeggen, wij zijn al naar de supermarkt geweest en wij hebben daar heel specifiek al onze ingrediënten die we nodig hebben voor die maaltijd, die hebben wij in onze kar geladen. Dus alle elementen voor ons gerecht zijn aanwezig. Het is alleen zo dat we vandaag met de ondertekening van de GDA een belangrijke stap gezet hebben, want we gaan straks allemaal samen aan de maaltijd. We weten niet al wie aan de tafel gaat zitten. Maar we staan nu in de supermarkt aan de kassa. En dat is een belangrijk punt natuurlijk. Want aan de kassa blijkt het zo te zijn dat wij net niet toekomen. We hebben nog, laat maar zeggen, een korting nodig. Er is nog een verschil. En van waar komt dat verschil? Wij gaan die groene methanol kunnen verkopen aan een prijs die hoger ligt dan diegene die vandaag de marktprijs is voor de grijze methanol. En dat is een pluspunt. Maar dat zal nog niet voldoende zijn om de kosten volledig te dekken. En dat is omdat dat nieuwe technologie is. Dat zijn nieuwe dingen die nu, ik moet zeggen, dat bestaat al heel lang. Hè. Methanol, synthese, op grote schaal bestaat al, maar dat is van fossiele methanol. En daarnaast heb je de elektrolyse. Dat is ook iets wat bestaat. Maar die opschaling naar dergelijke grote hoeveelheden, dat is toch wel een moeilijke stap, laat maar zeggen. Maar we zijn nu op dit ogenblik klaar voor de start. We hebben nog een korting nodig. We hebben nog, laat maar zeggen, in de koleruit onze extra kaart nodig. Wat is dat precies? Hè? Wij hebben volgende week onmiddellijk al een heel belangrijk moment. We gaan een dossier indienen bij het ETS Innovation Fund, het Europees Fund. Dat fonds, dat is een heel pak geld dat steun zal verlenen aan dergelijke projecten, grootschalige demonstratieprojecten, waarbij CCU een van de topics is. Dus uiteraard gaan wij daar een dossier indienen. En Patrick, die hier net alles heeft toegelicht, dat is de grote herkapelmeister, hè, die er al maanden mee bezig is om dat dossier voor te bereiden. Dus daar verwachten wij Europese steun. En daarnaast zijn we natuurlijk heel intensief bezig met de connectie te maken met de lokale overheden, om daar ook die financiële steun te krijgen. Er is zo'n project rond IPCE, Important Programs of Projects of Common European Interest. Dat is ook een dossier, dat is ook lokale steun die kan geleverd worden. En die steun die gaan we nodig hebben. En als dat gebeurd is, als we de kassa voorbij zijn, dan kunnen we beginnen. Dan gaan we de keuken in en beginnen we aan de maaltijd, aan het gerecht. Dat is de situatie. Innovatief. Zijn wij innovatief? Jazeker. Dit is een methanol syntheseplant in IJsland. Dat is de grootste vandaag in de wereld. Die maakt 4000 ton. Wij gaan hier toch proberen om met die eerste unit 46.000 ton methanol te maken. Dus een pakje groter. Ook de elektrolyse vandaag. De grootste elektrolyse-unit in de wereld staat vandaag in Fukushima. Die is gestart in maart van dit jaar. Die heeft 10 megawatt. En wat we hier gaan neerzetten is 65 megawatt. Dat is ook al een heel pak groter dan wat er vandaag bestaat. Dus zijn we innovatief? Jazeker. Innovatief in schaalgrootte. Niet in de technologie die bestaat, maar een dergelijke schaalgrootte moet nog gedemonstreerd worden. En dat is wat we hier in feite willen gaan doen. Het is al gezegd, groene methanol in de plaats van de grijze. Heel veel
vandaag wordt geconsumeerd hier, die methanol, en het is allemaal fossiele oorsprong, als we dat al kunnen vermijden, dan hoeft die fossiele methanol niet meer gemaakt te worden. En daardoor besparen we ook een stuk CO2-uitstoot die daarmee gemoeid gaat. Dus dat is ook een belangrijke. En al die toepassingen, die zitten hier in een straal van 5 kilometer rondom ons. Dus we hoeven niet ver te gaan, we zitten lokaal. We gaan zelf onze eigen grondstoffen produceren. Dat is heel belangrijk. Dat doen we vandaag niet. We voeren dat in, we betalen daar heel veel geld voor, maar we maken het niet zelf. En hier gaan we in staat zijn om die materialen, om die grondstoffen van de toekomst, om die zelf te maken. Patrick heeft het er al over gehad. Je kan die locomotieven die hier 50 meter vandaan passeren. Ik heb het vanochtend nog gezien, met heel veel Volvo-wagens erop. En de zwarte damp die eruit komt, als je daar de methanol neemt, dan ga je sowieso veel minder uitstoot hebben, veel minder fijnstof. Ook lagere emissies, ook bij de scheepvaart zeker, die zwaveloxide. Dat is allemaal absoluut een verbetering ten opzichte van vandaag. Dus dat zijn toepassingen, mogelijkheden. En ik wil hiermee afsluiten. Het is al gezegd, heel sterke kennispartners zijn aanwezig. Universiteit Gent, intensief bezig met hoe kunnen we die processen verbeteren. Dat is zoals de zonnepanelen, die zijn vandaag veel beter performanter dan vroeger, omdat er verder aan gesleuteld is. Dat is ook wat de universiteit doet, in internationaal samenwerkingsverband op Europees niveau. Daar wordt hard aan gewerkt. Capture is een unit die heel specifiek zich zal focussen op die plastics, watercirculatie, maar ook CO2, heel belangrijk punt. En daar ook is men heel intensief bezig met na te denken van wat zijn de mogelijkheden van CO2. Ik ga u de uitleg over dit schema op dit ogenblik besparen. Het staat op onze innovatiesite, pagina van de website. Kan je het rustig nalezen en ook alle projecten die er zijn. Maar het is heel veel mogelijk. En dankzij deze partners, die innovatiepartners, is dat ook zeer zeker een kans. Jullie zijn hier vandaag bij de Biobased Europe Pilot Plant. Dit is een plek waar de biobased economy de opschaling doet. Dus we hebben de labo-toepassingen, maar je moet naar de markt en je moet grote hoeveelheden hebben. Wel, dat gebeurt hier lokaal ter plaatse. Wij zijn ook een partner in het geheel. We hebben daar ook een rol. De Biobased Europe Pilot Plant heeft daarin een belangrijke rol, omdat zij bijvoorbeeld hebben ingestaan voor het opschalen van bijvoorbeeld ArcelorMittal, het steelanol-verhaal. Dus vooraleer dat live gaat, of straks live zal gaan, is dit hier uitgetest op grotere schaal. En dat zijn allemaal opties die er bestaan. Dus die kennispartners die er vandaag aanwezig zijn, dat is toch ook wel een heel belangrijke troef van Noordzee Methanol en de JUP. Voilà, daarmee ben ik rond. En kunnen we even overgaan naar het filmpje. Our planet is heating. The global temperature is rising fast since 1960. For a long time, scientists said that hitting this line will cause a spike in wildfires, mass migration, and it's going to cost us more than $43 trillion. That's what's going to happen if we stop here. Right now, we're on track to go way past that. If action is not taken, it will take the planet into an unprecedented climate future if we compare it to what has happened during all of human evolutionary history. The best way to lower the global temperature is to lower our CO2 emissions, and carbon capture and utilization can help us in doing so. CCU is the process of capturing CO2 and converting it to useful products. This circular reuse of CO2 can play a key role in the transition to a low-carbon industry. The way this works is, renewable energy turns water into oxygen and hydrogen. CO2 emissions and the hydrogen are used to make green methanol. This methanol and its side products, such as heat, oxygen, and water, are also used locally. An ideal location was quickly found within the North Sea port area. There are many reasons why the peninsula Rodenhuizen has been chosen. In the North Sea port, there are large volumes of CO and CO2, up to 20 million tons per year.
in relatively high concentrations and of high quality. We have potentially large industrial buyers of chemical products and e-fuels, such as methanol and ammonia. We even have the ability to utilize the byproducts. We have a high voltage grid connection with renewable energy from wind offshore in the North Sea. We can use that energy to produce hydrogen through electrolysis. We have intense logistic activities with transport by road, rail, water, and pipeline. We also have a lot of storage capacity and much space to invest. We have a powerful innovation and a knowledge cluster, strong in energy, in chemical and biochemical technology. But who is up for such a challenge? 20 industrial and public partners will collaborate intensively. Large industrial partners can provide renewable energy or CO2 as a feedstock. Others are potential off-takers for the green methanol and byproducts. Some partners are specialized in piping infrastructure or storage facilities or create innovative methanol applications. The innovation part of the project is managed by specialized knowledge partners, the university, and two spearhead clusters, one for energy and one for chemistry. And all this is actively supported by public entities, the city, the province, and the transnational port community. This project started with a preliminary study in 2018. The first large-scale demonstrator will be up and running by 2024, called North Sea Methanol, producing green methanol, and will have an electrical capacity of 63 megawatt. By 2028, green methanol and ammonia will be produced, and the electrical capacity will increase to 300 megawatt. By 2030, formic acid will also be produced. Furthermore, the electrical capacity will increase to 600 megawatt. By 2040, the North CCU hub wants to produce higher value chemicals, such as fatty acids, proteins, and esters. Along this roadmap, the innovation trajectory is continuously feeding the different large-scale demonstrators with new elements and applications. When all stages are up and running, more than 1 million tons of CO2 will be saved, captured, and avoided together. Belgium's national and regional governments plan the way forward with a holistic decarbonization approach. The region of Flanders commits itself to support CCU installations and the deployment of Flemish research and innovation channels, such as the Moonshot program. With the Green Deal, the European Commission has launched an ambitious plan to make Europe climate neutral by 2050. The overall ambition of the North CCU hub is to prove that a real circular industry exists by creating new value chains as self-supporting businesses. A financial help will be crucial in the early stages of the North CCU hub roadmap so that things can be demonstrated and the economy of scale will solve the rest. Ja, dan zou ik nu aan Patrick, Daan en Cedric even willen vragen om naar voren te komen. We gaan ons naast elkaar zetten. Op voldoende afstand. En dan zou ik zeggen, dan is het nu tijd voor Q&A. Vragen vanuit de pers. Graag. Ik denk zelfs dat het 22 miljoen. Ja. 22 miljoen ton. Ja. En totaal Noordzeeport, dus Nederlands en Vlaams deel. Dat is reeds in 2024. Dat zal zijn door middel van de eerste grootschalige demoplant die in 2024 er zal staan, ja, effectief. En dat is een som van wat wij gaan capteren, maar wij gaan ook emissies vermijden. We gaan ook zuurstof verkopen, die vandaag ook fossiel wordt opgewekt. We gaan de warmte verkopen, die vandaag ook wordt fossiel opgewekt. En als je een cumul neemt van het effect van enkel deze demo, deze eerste demo, dan is dat effectief 140.000 ton, ja.
in Antwerpen. In Antwerpen staat er zo'n gelijkaardig project op stapel. Daar beginnen ze eerst op kleine schaal, jullie direct op grote schaal. Waarom slaan jullie die tussenstap over? Ja, doe maar. Eigenlijk is die tussenstap alles gedaan. Dus we hebben daarnet gezien, het eerste project was in IJsland. Dus 4000 ton per jaar. Nu, we hebben met de industriële partners waar we mee samenwerken, hebben wij gevraagd van, kijk, is de technologie vandaag in staat om zo'n pilootproject op te schalen? En het antwoord was ja. Dus zijn we met de industriële partners meteen gegaan voor een project van ongeveer 10 keer groter dan wat er in IJsland gebeurd is. En nog iets anders, ik hoor daar zeggen dat jullie nog een korting nodig hebben aan de kassa. Hoeveel geld ontbreekt er van die 140 miljoen die nodig is? Dat hangt ervan af hoeveel we van Europa gaan krijgen. Dus we gaan het dossier voor Europa nu indienen. Daar kunnen we tot 60% van de financiering vastkrijgen. Nee, ik wil maar vragen, van hoeveel is er toegezegd door de private partners en PNV? Zover zijn we nog niet. Dus we zijn nu in een fase dat we een voorstudie gemaakt hebben voor een subsidieaanvraag bij het Europees Fonds in de komende maanden. Dus dat Europees Fonds, dat wordt in twee fasen bekeken. Dus we hebben nu wat men noemt een expression of interest die we indienen nu eind van deze maand. In maart volgend jaar wordt er een volledig dossier ingediend en gaan we ook een overeenkomst tussen de partners hebben voor wat betreft de financiering van het hele project. Is er nog iemand de micro gebruiken? Dan zijn we blijkbaar heel helder geweest. Nu, het is zo, jullie hebben een persdocument waar alles is toegelicht. Ondertussen hebben wij toch wel heel veel ondersteunend materiaal beschikbaar. We hebben een website waar heel veel op terug te vinden is. We hebben daarnaast ook onze LinkedIn-page, waar heel actuele informatie op te vinden is. Dus ik zou zeggen aan de pers, volg ons op LinkedIn. Maar goed, als er geen verdere vragen meer zijn, dan zou ik zeggen, dan ga ik nog even kort toelichten hoe het nu verder gaat. Dus de beeldende pers die aanwezig is, die wordt nu uitgenodigd om onder begeleiding van de stewards zich naar het terras te begeven. Dat is het terras daar. Het zonnetje is net doorgebroken, dus dat is heel goed nieuws. Want van daaruit zullen wij met Daan en Cedric de toren opgaan en daar kan een interview gebeuren bovenop de toren met zicht op het Rodenhuizen Schiereiland. Dus dat is in eerste instantie. Vervolgens zijn er waarschijnlijk onder jullie persmensen die graag een interview hebben. Dus dat is geprogrammeerd beneden. Dus de pers, wordt begeleid naar beneden, naar de showroom. Daar zijn corners voorzien, interviewcorners, waar jullie rustig individueel die gesprekken kan hebben. En de andere gasten die hier aanwezig zijn, ik zou zeggen, blijf rustig zitten, geniet van je sandwich, van je lunchpakket. En als je zegt van, kijk, ik wil mij ergens naartoe bewegen, vraag telkens aan een steward om jullie te begeleiden. Zijn er nog specifieke vragen? Ik wou graag nog één toevoeging doen, omwille van de COVID-maatregelen. Dus het is zo dat wij eerst opnieuw de mensen die kunnen geïnterviewd worden naar beneden zullen begeleiden. Dus wij zouden graag vragen dat iedereen die daar niet bij hoort even op zijn stoel blijft zitten.
Dan vervolgens zullen wij één per één de leden van de pers naar beneden brengen, zodat zij kunnen starten met de interviews. En als derde de mensen die nog woordvoerder, nog pers zijn, naar de fase naar buiten gebracht. Ik zou willen vragen wel om ondertussen op jullie stoel te blijven zitten. Dank u wel.